Het coronavirus is een stevige griep en dit kan elke paar jaar gebeuren, zo'n lockdown. Ja. Wat gelooft u echt? Ja. Leg dat eens uit. Nou, als je gewoon kijkt naar de sterftecijfers, dan valt corona in de range van een zware griep. En als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, dan hebben we jaren gehad dat er procentueel meer mensen van boven de 65 stierven dan het afgelopen jaar. Dus het is geen uitzonderlijk jaar tussen 20 qua oversterfte enzovoort. En dus, ja, we hebben ons bang laten maken voor iets dat veel minder groot is dan we eerst dachten. En u denkt dat elke paar jaar zo'n lockdown kan komen? Ja, ik denk sterker nog, dat als we nu niet op 17 maart zeggen dit moet stoppen, dat we hier misschien wel nooit meer uitkomen. Ja. Nu zegt u ook, ik laat mij niet vaccineren. Ondergraaft u niet een beetje het draagvlak voor de coronamaatregelen en de vaccinaties? Ik hoop dat ik het draagvlak zelfs de vaccinaties. Ja, maar die vaccinatie is toch ook totaal niet nodig voor mensen onder de 65. Als je gewoon normaal gezond bent, heb je helemaal niets te vrezen van corona. Het is zoals een griep. En ja, er gaan mensen dood met corona of aan corona. Dat zijn mensen op grote, zware leeftijd met onderliggende klachten enzovoorts. En onder de 65 zijn er het afgelopen jaar minder mensen gestorven dan er mensen zijn gestorven in het verkeer. Dus er is gewoon niets aan de hand. En dat moet indalen. Dat is waar wij campagne voor voeren. Ja. Hoort uit het publiek hoor je ook vragen over de Great Reset. Complottheorieën ook over Bill Gates. Hoe gaat u daarmee om? Nou, The Great Reset is de titel van een boek van Klaus Schwab. En Klaus Schwab is de voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft gezegd, en dat hebben ook andere mensen gezegd, Mark Rutte heeft het ook gezegd, corona biedt een geweldige kans, een great opportunity om een totaal nieuw soort maatschappij te krijgen. En ik vind dat heel zorgelijk en ik vind dat we het daarover moeten hebben.